niet veel mensen weten, maar dat is echt mijn geheim. Voor 10 plan ik geen afspraken in. Of het moeten echt hele belangrijke afspraken zijn. Maar dat is echt mijn moment om even stilte voor de storm. Even te aarden, even zen te worden. Van oké, wat gaan we vandaag doen? Huppakee, schouders eronder en gaan met die banaan. FM Consultancy is gespecialiseerd in strategische management. Wij begeleiden ondernemers, MKB-bedrijven tot 25 FTE. Ja, heel veel op pad ook wel. Ja, van de ene naar de andere locatie aan het rijden. De reden waarom ik zo efficiënt kan werken en zoveel verschillende dingen op een dag kan doen, heeft te maken met planning. Het gaat wel eens mis. Bijvoorbeeld een klant ergens op je staat te wachten en dat niet in je agenda staat. Of dat iemand uit Breda naar Rotterdam komt rijden voor een afspraak. En ik was er niet, dus dat gaat wel eens mis. Ja. Dus in mijn planning kan het ook misgaan. Ik kan moeilijk met mij privéafspraken inplannen met mijn vriendinnen. Het moet vaak een paar weken van tevoren. In plaats van dat je zegt van oké, we gaan vanavond nu wat doen. Omdat ik al inderdaad zo vol zit. Mijn rust haal ik echt uit het sporten. Ik heb een haat-liefde verhouding met mijn trainer. Het is de perfecte relatie die er bestaat. 1 uurtje per week. Ik hou van hem, ik schuil hem verrot en ik ga weer weg. Dus het is echt gewoon heerlijk. Mijn daadkracht en gedrevenheid komt toch wel voort uit het feit dat ik uit een cultuur kom waar vrouwen inderdaad wel die ondergeschikte rol hebben. Terwijl die meer ambities hadden. En het is juist denk ik aan ons om te laten zien van hey, doe inderdaad iets wat buiten je comfortzone is en kijk hoe het dan gaat. Want als je het niet geprobeerd hebt, dan weet je het ook niet waar het uiteindelijk zou kunnen stranden. Als ik dadelijk oud en grijs ben en ik kijk terug, kan ik zeggen van hey, ik heb alles gewoon geprobeerd en ik heb alles gedaan en geen spijt, doordat ik zo bewust mijn eigen keuzes maak.